Suriname heeft 175 miljoen Amerikaanse dollars ontvangen van het Internationaal Monetair Fonds. Dit bedrag is als uitkering aan Suriname als lidstaat gegeven. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi gisteren in de Nationale Assemblée. Volgens het staatshoofd is de financiële crisis onder controle. Santokhi stelde dat de stabiliteit bereikt is door inkomsten verhogende en uitgaven verminderende maatregelen. En we hebben net ook bekendgemaakt dat we van IMF die special drawing rights gekregen hebben van 175 miljoen Amerikaanse dollar. Dus meneer voorzitter, al die critici met allerlei negatieve opmerkingen, we werken planmatig. Begin met je huiswerk eerst. Maak je huiswerk en de rest komt. En u ziet het al begint te komen. En we zijn al bijna uit de diepe dal. Nog een paar maanden, meneer de voorzitter. En dan gaan we gericht werken naar die fase van die stabilisatie en die groei. Santokhi zei dat eind september weer een verlichting te merken zal zijn. De regering zal het volk niet in de steek laten en zal de kwetsbare groepen helpen met subsidie. De president benadrukte dat het de bedoeling van de regering is om beleid uit te stippelen om stabiliteit te herintroduceren. En nu gaan we naar de tweede fase. Dat is stabilisatiefase om vervolgens door te gaan naar die groeifase. Meneer voorzitter, dit hebben we allemaal kunnen realiseren. Met inkomstenverhogende maatregelen, met uitgavenverminderende maatregelen en een sociaal pakket van maatregelen om die verlichting te brengen in die samenleving, omdat de eerste twee maatregelen druk uitoefenen op de samenleving, druk uitoefenen op de burger, druk uitoefenen op de gezinshuishouding. De president zei dat de regering zich ervan bewust is dat de maatregelen die getroffen zijn om de economie te stabiliseren grote druk uitoefenen op de gemeenschap. De Wereldbank zal ook inkomen met financiële injecties om Suriname te helpen uit het diepe economische dal. De 175 miljoen die Suriname krijgt vloeit voort uit de zogenaamde Special Drawing Rights allocatie die het IMF aan zijn lidstaten uitkeert.